Een delegatie van de Bond Personeel Surinaamse Luchtvaartmaatschappij, BPSLM, heeft vandaag een gesprek gehad met waarnemend president Ronnie Brunswijk. De delegatie is met 3 bussen getogen naar het regeringsgebouw om te vragen dat Brunswijk een oplossing brengt in de huidige onstuimige situatie binnen de organisatie. Bondsvoorzitter Marcia Klumper zegt dat het personeel nog steeds ontevreden is over de gang van zaken. Er is geen zicht op wanneer ze hun juiste lonen uitgekeerd krijgen. De issues met de pensioenen. Daarnaast zijn er ook nog personele issues. Hoor. De manier waarop er met het personeel wordt omgesprongen. Je hebt geen doorgroeimogelijkheid. De mensen zijn hier. Neemt u die vrijheid. Laten zij zelf zeggen wat ze hindert binnen die SLM. Ja, dus die vrijheid heeft u. U kunt ze interviewen. De persconferentie die jullie hadden, is er niets veranderd? Nee, jammer genoeg niet. Er is geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden die wij hebben geboden om met elkaar te communiceren zonder concrete voorstellen. Je kan me uitnodigen, maar de tijd voor ons om te komen zitten praten om het praten is voorbij. De mensen willen weten welke richting ze opgaan en dat moet je concreet aanbieden en dat is er nu niet. De bond belegde vanmiddag na het gesprek met Brunswijk een algemene ledenvergadering. Daar zijn de zaken die met de vicepresident zijn besproken belicht. Brunswijk vertelde de mensen te willen komen tot een oplossing. Jullie weten het zelf dat het bedrijf het moeilijk heeft. Ik denk dat jullie begrip daarvoor toe, maar jullie moeten ook leven. Dus we moesten Jan ook toe. Ja, dus dan, en dat betekent dat wij als mensen die bij SLM werken, dat wij ook moeten meewerken dat dat ding weer gezond wordt gemaakt en dat allemaal blauw morgen vrij nou. Want als die bedrijf niet draait, kunnen jullie ook niet draaien, toch? Omgekeerd ook. Dus nou, dat was het trouwens een win-win situatie. Dus jullie moeten het bedrijf gezond maken en daarna te zijn wakaboom dat allemaal blauw vrij. Ja, dus in ieder geval, dat wil ik alleen maar zeggen, maar we gaan praten. Als er problemen zijn, dan zijn er problemen zijn om op te lossen. Bondsecretaris Jermien Kerk geeft aan dat zelf de pensionering binnen het bedrijf niet goed geregeld is. Het onzekerheidsgevoel moet weggewerkt worden, omdat het helemaal niet gezond is voor de mensen.